Yes, dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Smash natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog, daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. En jullie zien de itemshop van vandaag in beeld staan. En we hebben wel iets super tofs in de itemshop nu, namelijk een nieuwe variant van Marshmallow. Sterker nog, twee varianten. Die kun je natuurlijk aanschaffen met onze code. Rechts onderin kun je de code terugvragen en vullen. Wie dit ook heeft gedaan, is Nelon. Ik heb deze gekocht en ik hoop dat ik in de ochtendvideo kom jullie zijn baas zijn. Nelon, heel erg bedankt voor het gebruik van onze code. Een dikke shout-out naar jou. En we gaan direct starten. Ik heb vandaag weinig nieuwtjes. Voornamelijk over de V19 Twitter-update die natuurlijk gisteren in de game is gekomen. Nog eventjes een dikke shout-out naar Jens voor het maken van de gameplay. Yes, en het eerste topic. Laten we eventjes kijken hoe ver we zitten in dit seizoen. En op dit moment zitten we bijna op 55%. Wat betekent dat we nu nog 48 dagen lang in dit seizoen zitten. Wat betekent... iets meer dan 1,5 maand. Dus het gaat niet lang meer duren. We gaan gelijk door. Ja, en dit topic gaat eventjes over wat probleempjes die gisteren weer er waren. Namelijk, de Fortnite servers waren weer plat. Nou, helemaal plat wil ik niet zeggen, maar veel mensen hadden last van login errors, matchmaking errors en noem maar op. Dus het was gewoon weer chaos gisteren. En ik weet niet hoe ze het constant flikken, maar het gebeurt bijna elke week dat er weer Fortnite crashes zijn. En ik ben benieuwd wanneer ze dit permanent gaan oplossen, want het wordt nu wel heel erg. Ik bedoel, we hebben nog nooit zoveel problemen gehad met de server in één chapter. Dus, of in één chapter, wat zeg ik? Eén seizoen. Ja, dus ik hoop eerlijk gezegd dat ze het echt snel gaan fixen. Ik bedoel, nadat Fortnite op vakantie was geweest, tijdens de kerst, sinds die tijd alleen maar problemen. Maar goed, waarschijnlijk binnenkort weer zo'n nieuwtje. En we gaan door naar het volgende. Yes, en dit gaat eventjes over een plaatje van de Chapter 3 Team Music Pack Cover. En dit is een ander plaatje als wat we hebben gekregen als loading screen. En ik vond hem wel eventjes vet. Dit is waarschijnlijk een soort van concept geweest. En die hebben ze dus gebruikt als music pack cover. En ik vind het wel interessant dat ze rechts onderin van die vulkanen hebben neergezet. Dus gaat het betekenen dat we vulkanen in deze chapter gaan krijgen? Nou, het zou zeker weten kunnen. Ook trouwens wel tof dat je in het midden heel duidelijk de zero point ziet. Ja, gewoon wel grappig. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over een extra feature die wellicht wordt toegevoegd. Namelijk, het gaat over een tactical overshield. Ja, wat is dat nou? Nou, we kennen natuurlijk de shield. We hebben 100 shield. Die kun je extra erbij doen. Namelijk met minis, slurp, noem maar op. Maar er komt blijkbaar binnenkort een nieuw soort shield aan die er bovenop komt. Dus je kunt meer dan 200 HP hebben. En dat gaat behoorlijk OP worden. Vandaar dat ik verwacht dat dit item wel een mythic item gaat worden. Sterker nog, ik denk dat dit item, zeg maar als je hem activeert, maar voor 30 seconden actief is. Ja, dus het zal een heel erg handig item zijn om bij te hebben voor late game. Dus dat je gewoon 250 HP hebt bijvoorbeeld. Zou super chill zijn natuurlijk, maar... ja, het wordt misschien een beetje te OP, ben ik bang, maar we gaan er binnenkort achter komen. Kijk, als het te OP is, halen ze het sowieso waarschijnlijk uit competitive en misschien ook wel uit normale game mode. Ze kunnen gelukkig alles falten, dus er is in principe geen probleem, maar we gaan er binnenkort achter komen. Over een nieuw item gesproken, er komt nog iets aan. Ja, en dit gaat eventjes over een nieuwe vehicle die eraan gaat komen, namelijk een nieuwe tank vehicle. Namelijk in de files is gevonden een threat vehicle. En wat gaat dit precies zijn? Nou, het zal waarschijnlijk een drive driller worden. Ja, want hij heeft ook van die rupsbanden blijkbaar. Dus het gaat waarschijnlijk zo'n driller worden die we gewoon kunnen besturen. Lijkt me wel super dik. Het zou nog dikker zijn als we dan ook onder de grond kunnen en misschien ergens omhoog kunnen poppen. Dus dat je kan selecteren waar je weer omhoog wil komen. Natuurlijk niet door de gele map, maar een bepaalde range. Dat zou wel echt heel erg lijp zijn. Maar in ieder geval, het zou super lijp zijn als je dit überhaupt kunt besturen. Dat je ja, gewoon eigenlijk niet dood kan. Want die dingen zijn gewoon ja, zo sterk als een tank. Daar kom je gewoon niet doorheen. Dus veel AP, absoluut. Zou waarschijnlijk niet het snelste voertuig zijn wat je op de map kent. Maar wel zeker weten een heel erg sterk voertuig. En sterker nog, ik denk eigenlijk dat je daar misschien ook wel mensen mee kunt doden met, zeg maar, die punt, met die boor voorop. Lijkt me ook wel super grappig als je dat kan doen. Ook wat je waarschijnlijk kan doen is allemaal huizen kapot rijden. Ik bedoel, die boor knalt overal doorheen. Dus heel Tilted Towers kun je binnen een paar minuten plat hebben. En we gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit is ook gelijk het laatste topic. En dit gaat eventjes over de mythic variant van de Stinger SMG. Namelijk, de Stinger SMG kun je nu vinden in Covered Cavern. Ja, Covered Cavern. Ja, dat is de juiste locatie. Daar kun je dus de mythic variant vinden. Dus ik dacht, ik laat het eventjes weten aan jullie. Dames en heren, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat je het hebt genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op de blauwe duimpje omhoog. Daarom support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel vraag kun je gebruiken in de item shop. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe
nieuwe video. Peace out.